Kaldırıyor. Ik ga er wel uit. Maar ik kan zo weer naar binnen gaan. Vandaag is het. Dat is het grote risico dat we lopen bij een linkse coalitie. Dus nee. We hebben bijvoorbeeld gezegd, wanneer mensen naar Nederland komen, dan moet je ook extra eisen stellen op het gebied van taalbeheersing. Je moet erbij kunnen horen. Het respecteren van de rechtsorde. Je moet weten wat Nederland betekent. En daarom hebben we gekozen voor de inburgeringswet. It's not a matter of only talking about the burqa, because that would mean that you only would say if you are, by example, a Muslim, you're obliged not to wear it. That's not the issue. It has to do with safety. It has to do with the possibility of people to communicate with each other. There are some legal difficulties. We are looking to that. In any case, it is possible to say you're not allowed to wear the burqa, by example, if you're active in education or if you have public functions, by example, then it's not possible to wear them. And now we are looking to the legal possibilities to forbid all those clothes that are hiding your face. En kende haar perspectieven niet. Nu heeft ze haar perspectieven. Wouter Bas! Beste mensen, goedemiddag. Ik was vanochtend op de radio en toen vroegen ze me wat was je mooiste moment in deze campagne. Veilig en leefbaar voor iedereen te houden. Herinnert u zich nog wat Winsemius daarover gezegd heeft laatst? Ik ga even naar voren moeten beheren. Ik wel hoor. Ja. Alsjeblieft. A general ban on burqas at any time in any public space is still not being proposed and probably still is not legally possible. Ja, ja. Nou, omdat ik dat niet vind passen in ons land. Hè? Het is allemaal zo vreemd, wordt het. Het wordt een beetje te. En ik vind dat je aan moet passen. Moeten wij ook doen ergens anders. Incidentjes, mensen met burka's, het gebeurt niet veel. Ze maken problemen van iets die er, wat eigenlijk niet echt een probleem is. Ik vind het een beetje populistisch gezeven vlak voor de verkiezingen. Maar dat past ook wel bij mevrouw Verdonk.